Hallo en welkom in mijn tuin. Wie het de afgelopen weken een beetje heeft kunnen volgen op Facebook en Instagram, die weet dat mijn moestuin eindelijk klaar is. Ik ben er zo blij mee, echt waar. Het kan alleen maar mooier en beter worden vanaf nu. En wie het misschien gezien heeft, die ziet dat ik voor verhoogde moestuinbakken heb gekozen. Wel, vandaag vertel ik je daar meer over. In de moestuin, die eigenlijk amper 50 vierkante meter groot is, heb ik ervoor gekozen om met moestuinbakken, verhoogde moestuinbakken en verhoogde moestuinbedden te werken. Dat geeft een heel mooie combinatie tussen hoogteverschillen eigenlijk. Je creëert hoogteverschillen, waardoor de ruimte veel groter aanvoelt. Het is constructiehout, tuinhout van Koolstrop, en dat laat toe om alles naar eigen wens aan te passen. Ik heb er echt voor gekozen om bepaalde bakken die hoogte te geven, die breedte. Dat konden we zelf gaan bepalen en dat was super makkelijk, omdat we met een tandgroefsysteem zaten, dus alle planken makkelijk in elkaar konden schuiven op die manier. En dat is veel makkelijker werken. Ja, het voordeel van zo'n tuinhout, dat is dat je het perfect op maat kunt maken, hè, op maat kunt zagen. En dat hebben we dus ook gedaan. Ik heb ervoor gekozen, bewust, voor heel erg robuuste, brede hoekpalen. Dat zorgt ervoor dat het zo wat in het tuinontwerp meer naar voren komt. En ik vind dat die moestuinbakken toch wel heel mooi zijn, indrukwekkend zijn en ook gezien mogen worden. Dus ik vind het echt een heel leuk deel uitmaken van het eindverhaal eigenlijk. En wat dan ook belangrijk is, normaal gezien ga je die hoekpalen vastmaken in de grond, ga je die verankeren in de grond. Maar de bedoeling is eigenlijk, wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Ik heb voor verstevigingsplaatjes gekozen, dat alles zo'n beetje vasthoudt. Dat alles op zijn plek houdt, zonder dat het in de grond moet verankerd worden. Die bakken zijn heel erg stevig, die gaan geen kant meer op. Maar dat zorgt ervoor, als ik het in de toekomst nog eens wil verplaatsen of zo, en ik wil ze een andere bestemming geven, dat we niet weer alles moeten opgraven. Dus dat is voor ons een hele goede oplossing geweest. En natuurlijk heel erg belangrijk zo'n worteldoek aanbrengen. Een anti-worteldoek gaat ervoor zorgen dat er geen grond verloren gaat, dat het niet kan uitspoelen, maar het laat natuurlijk wel voldoende water door, zodat er geen wortelrot ontstaat. Ja, hier in het moestuingedeelte heb ik dus echt gekozen voor verhoogde moestuinbakken. Dat geeft een ruimer gevoel als je dat combineert met een soort van lagere bakken. Ik heb hier verhoogde moestuinbedden. En die combinatie zorgt ervoor dat je een heel leuk effect krijgt. Die bakken heb ik bewust vrij groot gekozen. Ze zijn 2 meter lang op 1,5 meter breed. Dus het zijn echt robuuste bakken. De middenste bak is echt een vierkant, iets kleiner. 1,5 meter op 1,5 meter. Maar het blijft wel een groot voordeel. Volume. En dat soort, ik heb er even over getwijfeld, maar het zorgt echt wel voor een soort van grotere invulling. Ook die hoogteverschillen zijn heel leuk te combineren met die verhoogde moestuinbedden. Ik ga daar besjes in planten, ga daar ook vaste groenten in zetten bijvoorbeeld. En dat zorgt dat die combinatie heel erg leuk is. In die bakken, die nog gevuld zullen worden met potgrond natuurlijk en bodemverbeteraar, is de bedoeling om echt wel heel veel gewassen te kweken ook. Maar die combinatie moet er dus echt nog wel komen. Dus ik ga de bakken dan binnenkort vullen. En die bakken die zijn 70 centimeter hoog, waardoor het ergonomisch gezien ook wat makkelijker werken is. Dus je kunt echt, je hebt geen problemen met je rug. Je moet je niet zo diep gaan neerbuigen. Dus je kunt echt op hoogte gaan werken, of min of meer op hoogte. Dat maakt echt wel een groot verschil. Dus als het een aansporing mag zijn, een aanmoediging, doe het zelf ook een beetje. Combineer zeker in kleine tuinen met verschillende hoogtes. Dat is echt super mooi. En afsluiten doe ik letterlijk aan het kastanjehouten hekwerkje van Koolstrop. Daar ben ik heel tevreden mee ook. Ik wilde een soort van visuele barrière gaan maken tussen de twee tuingedeeltes. Je hebt enerzijds het siertuingedeelte, maar anderzijds natuurlijk ook de moestuin. En ik wilde het een beetje openbreken. Niet zozeer om er echt een barrière van te maken, maar ook om het een beetje breder te maken. Door dit dwars te gaan aanbrengen, ga je ervoor zorgen dat de tuin breder aanvoelt. Het is allemaal gezichtsbedrog, maar het helpt wel om hem breder te gaan maken. Dus hier heel tevreden mee. Daar komen besjes tegen te groeien, frambozen wellicht. En ook nog een klimplant om er een beetje bloemen in te verwerken. Maar dit is echt een hele leuke feature. Het doet ook een beetje landelijk aan, wat hier natuurlijk in de stad alleen maar mooi meegenomen is. Wil je ondertussen meer informatie over de moestuinbakken en over dit hekwerkje, dan kan je terecht op de website van Koolstrop via koolstrop.com. En wil je er natuurlijk meer over lezen, dan kan je er ook terecht op mijn
mijn blog angelodornie.be, want daar heb ik er iets over geschreven. Meer afleveringen uiteraard altijd te bekijken via tv.angelodornie.be. Ik wens een hele fijne werkweek en tot de volgende. Bye bye.